Over minder dan 12 uur gaan de stembureaus open en velt de kiezer het oordeel. Vanavond staan de kopstukken nog één keer recht tegenover elkaar. In de laatste confrontatie, de grote finale. Dames en heren, uw gastheren voor het ultieme debat, Stef Wouters en Danny Verstraeten. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel en welkom. Het is inderdaad nog maar een paar uur voor de stembussen opengaan. Op deze manier zullen die uren trouwens heel snel voorbij zijn. Het zijn de uren waarin heel veel kiezers nog beslissen voor wie ze morgen gaan stemmen. Daar zijn heel veel politici toch van overtuigd. Het is ook het einde van een hele lange campagne geweest. Een hele vermoeiende, denk ik, voor de mensen die hier rond de tafel staan. Meneer Van der Lanotte, voelt u zich nog een beetje fris? Dat gaat nog wel. We hebben een lastige campagne gehad, maar goed, we zijn er een beetje gewonnen. Het is toch een campagne die ook zeer mediatiek geweest is. Veel debatten op tv. En waarschijnlijk was dat nog het lastigste van allemaal, de stress er rond. Maar fysiek was het best te doen. Ja, het zijn bovendien nog eens examens, want u bent professor. U moet nu eigenlijk examineren. Hoe doet u dat erbij? Ik heb het voordeel, terwijl het examen is, moet ik het niet doen. Dus deze morgen was het examen. Maar volgende week dinsdag zit ik heel de dag examens te verbeteren. Maar na een campagne van zo'n 4 weken zal de examens verbeteren een hele dag een afwisseling zijn. Ik denk toch dat er veel zijn die hopen dat u goed gezin bent volgende week. Dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Mevrouw Duwa, was het een beetje frustrerend voor u? U bent erbij vandaag, gelukkig. We zijn daar heel blij mee. Een beetje frustrerend voor u als kleinere partij dat het heel vaak alleen maar tussen de grote jongens te doen was? Wel, het is eigenlijk een zeer eigenaardig verschijnsel. Men heeft soms gedaan alsof wij in Frankrijk wonen, waar presidentsverkiezingen zijn. Hier gaat het eigenlijk niet over het kiezen van de premier, maar gaat het wel over hoe zijn de politieke machtsverhoudingen tussen de partijen. En in die zin is dat wel een rare sfeer, maar we hebben volop campagne gevoerd. We hebben zeer veel sympathieke respons gehad. Dus in die zin is dat wel gecompenseerd. Maar die anderen zijn moe gedebatteerd en u bent nog scherper. Haha, dat is dan een voordeel, ja. Meneer Leterme, al bij al is het een vrij serene campagne geweest in Vlaanderen. Toch als we kijken wat er op dit ogenblik in Wallonië gebeurt. Maar een week of twee geleden heeft u daar toch enige bitsigheid in gebracht. Een soort persoonlijke rivaliteit met meneer Verhofstadt. Was dat gepland of was dat spontaan? Dat was niet echt gepland, maar natuurlijk in zo'n duel wil je ook laten gelden. En de premier had 2 uur debat gevraagd. We hebben denk ik in die 25 minuten goed gedebatteerd, goed geduwd. Leert, ook op inhoudelijk vlak. Maar natuurlijk dat daar is een harde woordenstrijd valt, denk ik dat dat normaal is. Maar u gaat samen ook door dezelfde deur? Ja, ja, daar straks zelfs. Het was wat moeilijk, maar het ging. Ja. Meneer De Winter. Meneer De Winter, eigenlijk geldt voor u ook een beetje hetzelfde zoals bij Groen. Maar daar komt nog bij dat dit een campagne geweest is waarbij Vlaams Belang echt geen stempel heeft kunnen drukken op de thema's. Wacht maar af, tot op 10 juni. Wij zijn de outsider, dat klopt. En de outsider kan misschien wel eens het verschil maken. Maar ik stel vast dat er inderdaad een groot verschil is tussen wat er leeft in de wetstraat, en dat is bij deze drie heren, en datgene wat er leeft bij de volkstraat. En dat de thema's die leven bij de man in de straat inderdaad nauwelijks aan bod zijn gekomen in deze campagne. En ik denk dat de kiezer deze heren daar wel zal voor afrekenen op 10 juni. Meneer Verhofstadt. Meneer Verhofstadt, ja, voor u is het misschien nog veel meer dan voor alle anderen. Echt alles of niks. Het is nog 4 jaar Verhofstadt in de Weststraat 16 of Toscane, neem ik aan. Ja, maar in feite voor mij gaat het daar niet over. In eerste instantie moet het gaan over een project voor de toekomst. Hè. Waar willen we met onze samenleving heen? Is dat een open samenleving met 4 moedige mensen die durven kijken naar de toekomst, die geen schrik hebben voor die toekomst? Of gaan we ons allemaal een beetje terugtrekken, zoals outsiders, zou ik zeggen, op ons eigen... Het gaat voor alle partijen over een project voor de toekomst, maar voor u toch ook een beetje over uw persoonlijke toekomst. Hebt u al ooit eraan gedacht dat u misschien morgenavond de deur van de wetstraat dichttrekt? Het draait eigenlijk niet, en daar ben ik het eens met Vera Duwau eigenlijk, om verkiezingen voor eerste minister. De eerste minister wordt diegene die een meerderheid achter zich kan verzamelen. En mijn enige ongerustheid voor het ogenblik is dat voor het ogenblik 2 partijen, CDA en PS, blijkbaar al een coalitie aan het afsluiten zijn en proberen aan ons Vlamingen op te leggen wat er moet gebeuren. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid. Daar maak ik me zorgen over. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dank u wel. U
Ja, Stef zei het ook al, nog een nachtje slapen en we trekken naar de stembus. En misschien is dat voor sommige kijkers en kiezers wel een slaaploze nacht, omdat ze nog niet weten voor wie ze gaan stemmen. Er zijn nog heel wat onbesliste kiezers. En de bedoeling van dit debat is om ons specifiek naar die mensen te richten. Elk van onze 5 mensen hier op het podium krijgt de kans om elk om beurt kort en snedig uit te leggen wat de ultieme reden is waarom u op hun partij zou moeten stemmen. En we beginnen bij meneer Leterme. Hij is de grote uitdager in deze campagne, ook de gedoodverfde favoriet. Meneer Leterme, vertel ons kort en bondig, wat is de ultieme reden om op u te stemmen? Wel, volgens ons is het hoog tijd voor veranderingen. Dat betekent heel concreet dat wij gaan voor meer rechtvaardigheid in de samenleving. 4 essentiële elementen. 1, een belastingverlaging die iedereen ten goede komt. 2, voor gepensioneerden, voor de kinderbijslag en ziekteuitkering, welvaartsvastheid. 3, orde op zaken en justitie, de straffen moeten worden uitgevoerd. En tenslotte, belastingsdiensten die alle Belgen gelijk behandelen. Ja, zijn zaken die, als ik het een beetje samenvat, betere sociale uitkeringen, het iets wat beter maken, meer rechtvaardigheid. Ja. Maar dat kost geld. Dat kost natuurlijk geld en vandaar dat we dat gebudgeteerd hebben. Wij gaan wat het creëren van ruimte voor ons programma betreft, gaan wij uit van een terugkeer naar een wat soberder beleid. Dus dat betekent geen geld over de balk voor informatisering en justitie die niet werkt bijvoorbeeld. En we kunnen daar iets meer dan 5 miljard mee uitsparen. Bovendien is er de rente, hè, minder renteuitgaven, minder interestuitgaven, iets meer dan 2 miljard. En dat staat tegenover wat we dan realistischerwijze aan de mensen kunnen toezeggen. We beloven niet de hemel op aarde, maar ons programma staat er, is betonhard en kunnen we uit. Ja, maar u zegt wel, als eerste punt van uw rechtvaardigheidsagenda, een belastingverlaging voor alle inkomens. Dus u gaat eigenlijk meteen spelen op het speelterrein van de VLD. Ja, maar dat is niet het speelterrein van de VLD. Als ik professor De Grauw goed begrepen heb, en dat is geen christendemocraat, is er eigenlijk de afgelopen 8 jaar nauwelijks sprake van belastingverlaging in het algemeen. Er is in personenbelasting iets gebeurd, maar op vlak van accijnzen bijvoorbeeld heeft men teruggenomen wat men aan de gezinnen gegeven heeft. Wij willen een eerlijke, rechtvaardige belastingverlaging die iedereen ten goede komt. Ook de lage en middeninkomens. Ja. Dus meneer Verhofstadt, zeg meneer Leterme, u roept wel altijd belastingverlaging en hervorming, maar die komt niet iedereen te goede. Ja, ze moet iedereen te goede komen. Ik denk dat we de voorbije jaren toch iets hebben gezien. Dat is na de enorme stijging van de fiscale en parafiscale druk voor 99, die enorm was, van 42% tot 45%. Crisisbelasting, herinner u dat, solidariteitsbijdragers, die werden doorgevoerd. Ja, hebben we nu effectief een belastingshervorming doorgevoerd? En ik geef toe, dat heeft maar heel licht die fiscale druk doen dalen. Maar wat er nu moet gebeuren, is dat we verder gaan op die tendens. En dat we dus een belastingshervorming doorvoeren die alle inkomens eigenlijk tegemoet komt. Ja. Zowel de lage inkomens als de middeninkomens. Ja. En maar het is niet helemaal juist. U zegt nu, meneer Verhofstadt, belastingverlaging dringend nodig, maar u hebt 8 jaar met de liberalen het mooie weer gemaakt maar in de regering. Is ook, en eigenlijk is de druk nauwelijks, marginaal eigenlijk. Hij is ongeveer met 1% gedaald. En dat is inderdaad 8 jaar, dat is toch niet echt een druk. Ja, toch, kijk, decumul, indexering van de belastingschaal, afschaffen van de hoogste tarieven 52,5 en 55, optrekken van het belastingsvrij minimum. En de meeste mensen hebben dat kunnen voelen, enkele duizenden euro. Er zijn ook mensen die dat niet gevoeld hebben, dat is juist. Namelijk in die gemeente, waar men spijtig genoeg dat terug heeft weggenomen door de opcentinen of de gemeentebelastingen te doen stijgen. En ik zeg altijd, het klopt ook niet van die accijnzen. Kijk, er zijn ups en downs geweest met de accijnzen, maar ik weet één zaak, hè. Dat is namelijk dat voor het ogenblik de dieselprijs zeer laag staat in ons land. En ik ben er bijna zeker van dat als Balkenende gisteren naar de meeting is gekomen van de CD&V, dat hij zijn naftentank volgedaan heeft. Ja, meneer Van der Lanotte. Meneer Van der Lanotte, u kan goed rekenen. U heeft vaak met begrotingen bezig geweest. U weet ook dat 1% op 8 jaar dat eigenlijk niet veel is. Maar 1% om te krijgen is weinig. 1% om te geven is immens veel. Dat is altijd zo. Maar ik zou toch willen benadrukken dat wij moeten belastingen verlagen in de toekomst. Maar gericht op de mensen die werken. We weten dat er werkloosheidsval is. Op dit moment, als je 3000 euro verdient, je mag je kosten aftrekken. Dan mag je meer aftrekken dan iemand die 2000 euro verdient, maar die evenveel kosten heeft. Dus we hebben gezegd, laat ons dat verhogen, dat iedereen evenveel arbeidskosten kan aftrekken. En dat zal een gezin, dat zeg u, 2700 euro per maand verdient netto, gaat daar 350 euro netto op een jaar aan winnen. We zijn ons van bewust dat wij van de partijen het minst beloven. Maar ik denk wel dat we het meest gaan doen. En ik wil hier ook ten opzichte van de CD&V toch zeggen, men zegt altijd, we hebben het goed berekend. Maar in het begrotingsprentje dat op de website staat, dat zijn 3 pagina's waar men dat berekent. Het woordje belastingsverlaging staat er zelfs niet in.
Dus oftewel gaat men het doen of niet, maar een berekening maken. En dat wordt dus als een vraag. Dus ik vind, men mag toch de mensen niet zomaar zeggen we gaan iets doen, als men dan zelfs niet berekent. Ja. Beloven kan iedereen. Het punt is gemaakt. Dat is natuurlijk verkiezingspraat. Hè. Ons programma is berekend, zowel aan uitgaven als aan inkomsten. Maar ik ga een wedervraag stellen. In de federale begroting op dit moment is aan ontvangst en zijde 500.000 voorzien opbrengst pensioenfondsen. Kan u mij zeggen, ten aanzien van de kijkers, over welk pensioenfonds het gaat? Ja, absoluut. Ik ben blij dat u mij die vraag stelt, want ze ergerde dat u mij ze stelde. Want u weet waarover het gaat. Nee. Het is een Vlaamse instelling, meneer Leterme. De VRT. De Vlaamse watermaatschappij die onder Chris Peters valt. Die aan Chris Peters gezegd heeft dat ze geïnteresseerd heeft het pensioenfonds over te dragen. En de federale regering heeft met uw kabinetchef, meneer Dont, daarover onderhandeld en gesproken. Dus u zegt de hele tijd, welk pensioenfonds? Het is een Vlaams fonds dat u zelf gevraagd. Nou, we gaan... In welis nietes gaan we niet vervallen, waar of niet waar. Mevrouw Duwa. Nee, ik zou toch een element, omdat meneer Leterme daar sprak over sociale rechtvaardigheid en daar onmiddellijk over de lastenverlaging die er gebeurd zijn. En die zijn er gebeurd. Maar wat is het resultaat daarvan? Wij zien dat in België de armoede is toegenomen. 1 op de 10 Belgen leven met een armoederisico. En ik weet dat meneer Van den Hout al zegt, dat is zo echt niet, want in Vlaanderen is het iets beter. Maar de armoede is ook in Vlaanderen toegenomen. Nee. En we zien dat het aantal mensen dat naar de voedselbank gaan, is toegenomen. De aantal mensen om de leefloners. Dus de armoede is concreet en is ook een probleem. En dan denk ik van, we hebben misschien lastenverlaging gedaan, maar uiteindelijk is er een hele groep mensen die daarvan tussenvalt en die er niet van geprofiteerd heeft. Integendeel. Dus ik denk dat we hoe dan ook moeten iets doen aan de verhoging van de uitkeringen. Zeer belangrijk, zeer belangrijk. En ten tweede, dat is dan een apart probleem, maar heeft ook met het federale te maken. We moeten iets doen aan onze zeer liberale huurmarkt, want het zijn die mensen die zich blauw betalen, blauw letterlijk, die zich blauw betalen aan een huurwoning die meestal veel te duur is. En we zouden dus moeten komen naar een plafonnering van de huurprijzen en dit gekoppeld aan een huurtoelage, omdat tenminste die mensen die aan de onderkant staan ook een keer zouden kunnen meegenieten van de bouwvraag. Onder paars, zonder groen dan. Niet paars toe, maar onder paars is de armoede toegenomen. Nee. Moet je ook zeggen, kijk, mevrouw Duwas zegt die lastenverlagingen die dienen tot niets. Dat is niet juist. Die lastenverlagingen zijn er nodig geweest. Zijn er nodig geweest om 200.000 banen te scheppen. En dat helpt om die 200.000 banen. En twee, het is ook niet juist dat we aan de uitkeringen niets hebben gedaan. We hebben namelijk een nieuw systeem ingevoerd in ons land. Voor het eerst. Dat nooit bestaan is. Namelijk het welvaartsvastmaken van die uitkering. Het feit dat we om de 2 jaar, samen met de sociale partners, al die verschillende uitkeringen, ook het leefloon, gaan aanpassen aan de economie en aan de evolutie van onze welvaart. Dat was vroeger niet het geval. Het was enkel een indexering die elke keer werd afgesproken. Nu, om de 2 jaar, zullen wij die uitkeringen welvaartsvastmaken. En dat is nodig samen met de lastenverlaging. Ja, je kunt geen economische groei creëren over uw programma als je niet en het ene en tegelijkertijd... Over uw programma voor de volgende 4 jaar gaan we het zo meteen hebben. Ik moet het woord toch heel even teruggeven aan meneer De Winter. Dat is vriendelijk, dank u wel. Maar ik hoor de traditionele partijen nu al een hele tijd over die belastingsverlaging en dan komt het altijd neer op meerderheid die zegt, ja, we hebben 1%, al die jaar 1% minder. Goed, het is u gegund, die 1%. En dan zegt de CD&V, maar wij gaan het een beetje meer. Maar van een echte radicale hervorming die noodzakelijk is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we niet meer tot de hoogste fiscaliteit en de meeste fiscale druk van heel Europa en van de wereld behoren, om ervoor te zorgen dat de loonkost echt fundamenteel daalt. Want op dit moment, meneer Verhofstadt, zijn we de absolute kampioen qua loonkost van niet alleen van Europa, maar van heel de wereld. Dat is de realiteit waarmee we geconfronteerd worden. Een koppel met 1 inkomen en 2 kinderen. Op 100 frank die men verdient, draagt men er 41 naar de staat. Het Europese gemiddelde ter zake is 32 frank ter zake. Wel, u begrijpt toch dat als dat de realiteit is, we problemen hebben om de bedrijven hier te houden, om hier in Vlaanderen werkgelegenheid te creëren. En wat is de oplossing, als ik dat even mag zeggen? Wat is de oplossing? Maar daar praat u, nog de CD&V, nog veel meer, nog SPA, niet meer over. Dat is het creëren van een eigen Vlaamse fiscaliteit. Vlaams geld in Vlaamse handen houden. En op die manier welvaart en een toekomst bieden aan ons eigen volk. In elk geval, we gaan nu naar uw thema. Kan u daarop doorgaan? Ik denk dat de aanval op paars is ingezet. Ik denk dat separatisme de oplossing is voor onze economische problemen. We gaan daar zo meteen over. Separatisme is de oplossing voor onze economie. Meneer Verhofstadt, meneer Van den Hout, we gaan
Zometeen kunnen verder discussiëren. Meneer De Winter, het Vlaams parlement. We gaan daar zo meteen over verder praten. Daar staat een eigen Vlaamse fiscaal. Meneer De Winter, Verhofstadt, praten ze meteen daarover voor. U heeft, meneer Verhofstadt, twee ambtstermijnen als termijn al kunnen uitdienen. U bent daar zeer tevreden mee en u vraagt om een derde termijn. Overtuig ons van dat u die verdient. We willen vooral voluit gaan. Voluit gaan als enige politieke formatie, ook, denk ik, voor een nieuwe belastingshervorming en een belastingsverlaging. Die werkt op alle lagen en op alle middeninkomens. En die ook substantieel is. Niet zomaar een klein beetje onderaan bijgeven en het dan bijvoorbeeld de werkbonus afschaffen. Of een kleine oplossing in de marge. Maar iets dat 1.100, 2.200 euro lastenverlaging en belastingsverlaging per gezin kan betekenen in de volgende 4 jaar. Oké, dus u zegt eigenlijk wat meneer Leterme voorstelt, laat ons dat zelf maar doen. We gaan dat veel beter, veel ingrijpender doen, want zij morrelen in de rand. Maar ik heb dat er juist niet kunnen op inspelen. Wat men bij de CD&V voorstelt, is interessant, namelijk die onderkant, die belastingsvrije som optrekken. Maar het spijtige is dat men dat dan wil compenseren met andere maatregelen. Bijvoorbeeld belastingsverlaging voor de vervangingsinkomens afschaffen. En ten tweede, wat nog erger is, de werkbonus afschaffen. U weet wat de werkbonus is? Dat zijn lage lonen die geen sociale bijdrage meer moeten betalen. Maar nu, dat wordt gecompenseerd, die belastingsverlaging, door aan de andere kant opnieuw sociale bijdrage te vragen aan de mensen op de laagste lonen. Dus zo komen we er niet. Als we een belastingsverlaging willen, en men kan zeggen, 1% is te weinig, wel, ik wil proberen in de volgende legislatuur van nog een keer 1% te doen. Ja. En ik kan u zeggen, het zal niet gemakkelijk zijn. Maar, zegt meneer Verhofstadt, zoals u het wilt doen, zo komen we er niet, want dat is een vers. Zakbroekzakoperatie. Nee, dat is absoluut onjuist. Wat vestzakbroekzak betreft, denk ik 8 jaar VLD op de regering en de aangekondigde belastingverlaging. Ja, 0,1% per jaar. Ik denk dat vestzakbroekzakoperatie dat is iets. Oké, maar op 8 jaar is het 1%. Hij belooft nog 1%. Hoeveel belooft u? Maar ik beloof het optrekken van de belastingvrije som van 5.000 en iets naar 10.500. En daarbovenop behouden we de aftrekken. Maar dat is natuurlijk het leugenachtige wat men zegt. Ja, je gaat de werkbonus enzovoort. Nee, we behouden. Niemand gaat erop achteruit. Maar hoeveel gaan we er met z'n allen nog vooruit? Wel, gemiddeld 1.000 euro, minstens 1.000 euro per gezin. Ik versta het niet goed. In het programma van de CD&V, staan 66, hè, niet 1, hè, niet 5, niet 10. Het is niet 66 fiscale aftrekken die vandaag bestaan, die gaan worden afgeschaft om dat belastingsvrije som op te trekken. En de meest erge daarvan is degene die de gepensioneerden krijgen. Namelijk de gepensioneerden die vandaag in hun fiscaliteit, omdat ze gepensioneerden zijn, namelijk een stuk aftrek krijgen. Dat gaat worden afgeschaft in uw voorstellen. En mijn vrees is dat uiteindelijk de mensen er slechter zullen aan toe zijn. En dat is ook de reden waarom u niet kan zeggen, daar juist, op de vraag van meneer Stef Pouters, hoeveel het daalt met hoeveel het is, omdat u gewoon een vestzak-broekzak-operatie doet. En daar hebben we geen nood aan. Wij hebben aan een echte lastenverlaging nood. En wij durven dat zeggen met veel aplomb. We hebben zelfs een advertentie gezet, waarin we gezet hebben, kijk, als jij zou vaststellen, hè, als jij zou vaststellen dat je effectief die lastenverlaging niet gehad hebt de voorbije 8 jaar, bel ons dan. En dan zullen wij het u terugbetalen. Wel, ik kan u zeggen, we hebben geen telefoons gehad. Hè? Meneer Leterme, ik heb... Is er een nummer bij? Ik kan nog iets meer zeggen. Kijk, al degenen die hier staan, hè, die zeggen dat er geen belastingsverlaging hebben gehad, hebben allemaal persoonlijk een belastingsverlaging gehad van meerdere duizenden euro per jaar. Zowel meneer Leterme, als u ook, meneer De Winter, als mevrouw Dubois, als ikzelf en als meneer Van der Lanotte, en ik hoop ook u in elk geval, want de wedden ongeveer hetzelfde is als hetgeen dat wij verdienen, heb ongeveer... Moeten dat straks vergelijken? Eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd, ik denk dat jij mee verdient. Maar zwart, dat is nu nog een ander paar. Ik heb nog een vraagje. Iedereen van ons heeft 5.000, 6.000 tot 7.000 euro gehad. Meneer Leterme, ik wil toch even een vraagje aan meneer Leterme. Een bijkomende vraag. Meneer De Winter, we komen zo meteen. Bijkomende vraag. Uw man daarnaast, meneer De Winter, die zegt van de fiscale autonomie voor Vlaanderen. U zit dat toch met een N-VA-achterban. Hoe staat die daar tegenover? Bijvoorbeeld, wat betreft de persoonlijkbelasting... De Vlaamse regering doet al iets voor werkende mensen vanuit ons eigen budget. Dus dat is absoluut een prioriteit om mensen die werken te belonen. Daarnaast denken wij bijvoorbeeld naar KMO's en zelfstandigen, dat wij in plaats van ingewikkelde bureaucratische premies en subsidies vanuit Vlaanderen uit te betalen, dat we effectief fiscale autonomie moeten krijgen om dit te vervangen door kortingen op de vennootschapsbelasting. Maar natuurlijk, dan moet men bereid zijn op vlak van staatshervorming verder te gaan dan opnieuw 6, 7 jaar immobilisme onder PS-druk, dan moet men echt een staatshervorming aandurven. Ik ga
toch heel even, want nu gaat het over de socialisten. Meneer Van der Lanotte, ja. U zal, als u mag regeren na 10 juni, zal het meteen van deze twee partijen zijn, ongetwijfeld. In welke belastingverlaging heeft u het meest vertrouwen? Wij vinden dat we een we hebben vertrouwen in onze eigen belastingshervorming, excuseer. Alles moeten we zeggen op werk. Dat betekent, mensen die werken, die moeten minder gaan betalen aan belastingen. Dat doen wij via dat aftrek van beroepskosten. Nog eens, een gezin dat netto 2700 euro verdient, in onze situatie, in ons voorstel, 348 euro per jaar. Dat is minder dan de VLD, maar we denken effectief dat we het kunnen realiseren. We hebben bedenkingen bij wat de VLD doet. Maar ik ga inspelen op het element, gaan we daarmee armoede uit de wereld helpen? Ja. In Vlaanderen is de armoede gedaald van 13% naar 10,7% en er is maar één land in Europa dat beter doet dan Zweden. Met dezelfde uitkeringen is het in Wallonië gestegen. Hoe komt dat? Omdat onze uitkeringen te laag zijn? Nee, omdat we in Vlaanderen een activeringsbeleid voeren, onder andere Frank van den Boeken, en mensen dus uit die werkloosheid, uit het leefloon, naar werk brengen. En hoe meer men voordeel doet met te werken, hoe gemakkelijker dat men gaat werken. De enige oplossing voor armoede is dat we veel meer activeren. Onze maatregel is daarop gericht. Mensen met eigenlijk niet de hoge lonen, 2500, 2700, twee mensen die samenwerken is geen hoog loon, die gaan meer overhouden. En dan ga je echt de armoede tegenhouden. Niet door alles te verhogen van uitkering. We willen de uitkeringen verhogen, omdat die mensen in de problemen zijn. Maar zeggen dat je ze zo uit de armoede haalt, het is bewezen. In Vlaanderen is de armoede gedaald, we zijn er fier op. Maar het is 10,3%, het is 10,3% te veel. Het is al veel over belastingen en geld en zo gepraat. We gaan naar Philippe de Winter en Vlaams Belang, meneer de Winter. We gaan de spot op u richten met dezelfde vraag die we ook aan de anderen gesteld hebben. Geef ons één goede reden waarom iemand morgen op u moet stemmen. Het Vlaams Belang is een partij die luidop zegt wat de kiezer denkt, ook over die thema's die niet politiek correct zijn en die taboe waren in deze campagne. Dat betekent dat het Vlaams Belang kiest voor sociale veiligheid, voor culturele veiligheid, maar ook voor de fysieke veiligheid van de Vlamingen. Dat betekent inderdaad Vlaamse autonomie. Dat betekent dat vreemdelingen zich moeten aanpassen of terugkeren naar hun land van herkomst. En dat betekent zeer zeker dat mensen opnieuw veilig op straat moeten kunnen. Uw angst tijd, maar uw tijd is om. Uw tijd veranderen. Is om. Ja. U geeft meteen een paar redenen. Ik kan daar één grote reden tegenover zetten. Is elke stem voor u niet een verloren stem? Want u komt niet aan de bak. Dat zegt u. Ik dacht dat er in een democratie ook nood was aan een oppositie, aan een kuitenbijter, aan iemand die zegt datgene wat leeft in de straat, een megafoon van het volk. En dat zijn wij. Rol van oppositie. Ik heb in deze campagne de kandidaat premiers, de Ségolène Royals en de Nicolas Sarkozy's van ons land, veelvuldig van alles en nog wat horen vertellen. Maar ik heb ze niks horen zeggen over veiligheid, over het bestrijden van de criminaliteit. Niks over gehoord. Ik heb niks zo gehoord over het probleem van de illegaliteit. Honderdduizenden illegalen in onze grootsteden. Niks u zegt nu, zelf, eigenlijk is veiligheid de islamisering. Heel deze campagne nauwelijks een thema geweest. Ja, maar ik heb niks gehoord over die migratieinvasie. Dat zijn allemaal thema's die niet politiek correct zijn en die dus taboe zijn en onder de mat verdwijnen. Wel, wij zijn daar om dat de geregelde tijden wel op de politieke agenda te zetten en ervoor te zorgen dat de stem van het volk ook in de wetstraat wordt gehoord. Nu moeten we toch dringend even bij u langs. Maar inderdaad, het is het typische discours van het Vlaams Belang. En die eigenlijk volledig naast de realiteit leeft. Wij leven inderdaad in een samenleving met diverse culturen, waar dat juist de bedoeling moet zijn om in harmonie en te zorgen dat het op een solidaire en goede manier gebeurt. Zodat die mensen hun plek krijgen hier. Maar ook op een veilige manier. En uiteraard, en veiligheid is belangrijk. Maar het Vlaams Belang houdt zich bezig met de mensen zodanig schrik te doen krijgen in hun eigen stad, dat de problemen eerder opgeschroefd worden dan dat ze naar beneden gaan. Vind ik het nog altijd belangrijk om te wijzen ook naar de probleemwijken. Waar er inderdaad soms moeilijkheden zijn. Wat dat daar de achtergrond van is. Je hebt inderdaad in grote steden zoals Brussel, allicht ook in Antwerpen, ook in Gent, heb je jongeren die op straat lopen, die niet weten wat doen. Waarom? Omdat ze geen plek vinden in die samenleving, dat ze geen werk hebben, dat ze dikwijls gediscrimineerd worden, zodanig dat ze inderdaad soms voor overlast zorgen. Meneer Letem. Ik zou willen zeggen dat het geen zin heeft om te ontkennen dat er een probleem is bij justitie en veiligheid in dit land. Trouwens,
Patrick de Waalmisse van Binnenlandse Zaken ervaart na 8 jaar paars, ik citeer hem quasi letterlijk, er zijn eigenlijk 2 kankerplekken in het justitiebeleid. 1, er wordt onvoldoende vervolgd. 2, straffen worden niet meer uitgevoerd. Dat staat letterlijk in het boek van Patrick de Waal. Dus het heeft geen zin om het probleem dat meneer de Winter aanhaalt weg te banaliseren. Integendeel, men moet er een correct antwoord op geven. Dat betekent wat ons betreft, ons SOS-plan justitie, dat we moeten gaan naar een uitbreiding van de capaciteit van de gevangenissen. Nu is er pas vanuit paars heel in extremis vorig jaar weer een plan uitgewerkt, maar eigenlijk mankeren we die capaciteit. 2, men moet de straffen uitvoeren. Vandaag zijn daar geen garanties voor. En wanneer men straffen uitvoert, moet men de gevangenen opvolgen. Ja. En moeten de straffen uitgevoerd worden tot de laatste dag. Dus straffen uitvoeren, strenge vervolgen. Meneer Verhofstadt, is er dan, of er nu in het boek staat van meneer De Waal, daar gaat het niet over, is er dan geen probleem op justitie? Ik zeg dat niet. Integendeel. Maar nu gaan doen of dat veiligheid eerst geen thema is geweest in de verkiezing, is niet juist. En ten tweede, er is ook iets gebeurd. Veel gebeurd op vlak van veiligheid. Ik zeg niet dat alles oké is. Ik zeg niet dat alles in orde, verre van daar. En er zijn punten die hier aangehaald zijn met betrekking tot justitie die terecht zijn. Maar doen alsof men niet weet dat er een volledige politiehervorming is doorgevoerd de voorbije jaar. Met het feit dat men vaststelt dat er vandaag... Er zijn te veel gevangenen in onze gevangenissen. Namelijk, er zijn er veel meer, meer dan 10.000 plaatsen die we hebben. Wat zou dat een teken van kunnen zijn? Dat er strafloosheid is? Of dat er nu, met andere woorden, meer gevangenen, meer criminelen worden opgepakt door de politie, omdat die politie vandaag beter werkt dan we ooit in het verleden hadden? En ik zeg u... Dat is niet ons werk in eerste instantie. Dat is in eerste instantie het werk van die politieagenten zelf. Maar er is een tweede punt. Men zegt hier, men durft te zeggen, straffeloosheid. Ik zeg niet dat er op dat vlak niet nog een heleboel hervormingen moeten gebeuren. Maar enfin, van welke situatie komen we? We komen van een situatie dat de wet Lejeune veel breder werd toegepast dan vandaag. Reden waarom er meer gevangenen zijn. Dat is de situatie. En ten tweede, we komen ook naar een situatie waarbij kleine gevangenisstraffen, die vroeger niet werden uitgevoerd. En soms vind ik dat ook goed, als een jonge crimineel is bijvoorbeeld. En die is voor de eerste keer tegen de lamp gelopen. Moet je die dan in een gevangen gaan steken? Hij komt er nog slechter uit dan dat we hem ingestoken hebben. Dat is dus de realiteit. Wat er moet gebeuren, is echter dat er geen straffeloosheid is. Dat is de reden waarom wij alternatieve taakstraffen hebben ingevoerd. Zo'n kleine crimineel, die moet gemeenschapstaken doen. Dat is de beste manier dat hij niet zou herhalen wat hij doet. We hebben vorig jaar 11.000 alternatieve straffen uitgesproken. Gemeenschapstaken. En het is in die richting dat we moeten verder gaan. In uw tijd, in hele termen, 0 alternatieve straffen. Ja, maar 0. We moeten toch even terug. Meneer De Winter, het was uw thema. Ik heb het nog niet gedaan. Ook het af, maar we hebben het woord al aan meneer De Winter. Ik zal het direct overgeven. Kijk, maar 0 elektronische handboeien. We hebben het al doorgegeven. Meneer De Winter, het was uw thema. Het gaat niet zo slecht. Vorig jaar 890.000 criminele feiten in ons land. Dat zijn er 113 per uur. U staat daar blijkbaar niet bij stil. Maar de bevolking helaas wel. Maar de politie doet daar werk. Er is straffeloosheid. En als al die alternatieven straffen en die enkelbanden en ik weet niet wat er nou allemaal zijn. Weet u waarom dat er is? Omdat u geen plaats genoeg hebt in uw gevangenissen om de mensen effectief hun straf te laten uitzitten. Wie minder dan een half jaar straf krijgt, die moet zijn straf nooit uitzitten. Wie minder dan 3 jaar straf krijgt, die krijgt sowieso een alternatieve straf. En wie een straf krijgt hoger dan 3 jaar, na 1/3 van de straf, gaat men automatisch vrij uit. Dat kan niet. Dat is straffeloosheid. En de burger heeft recht op vergelding ook ten aanzien van de crimineel. Een crimineel hoort niet op straat thuis wanneer hij combis moet wassen van de politie. Een crimineel hoort thuis Winter, achter de punt is gemaakt. In de het woord is bij meneer Van der Lanotte. Ik kan begrijpen dat meneer De Winter niet heeft horen praten over veiligheid, want hij praat de hele tijd zelf, dus ik kan dan niet horen wat een ander zegt natuurlijk. Maar ik vind wat dat betreft de toon die meneer De Winter aanhaalt. Dus we hebben een hele soort verschillende maatregelen genomen. We hebben inderdaad 10.000 gevangenen. Tegelijkertijd is straffeloosheid, zegt meneer De Winter, met 10.000 gevangenen. Wat zijn dat dan, die 10.000? Zijn dat toeristen die we daar gevraagd hebben in te stoppen, gezien er geen straffen zijn? Of wat is dat dan? Zijn het aantal gevangenen toegenomen of is het verminderd? Het antwoord is toegenomen. Waarom? Omdat de straffeloosheid is gedaald. We hebben meer mensen met een enkelband. En is dat een enkelband is een goed systeem dat in alle Europese landen. U stelt er hier voor als dat niks is. Dat is een goed systeem dat tegelijkertijd maakt dat mensen gestraft zijn, maar die ze kunt volgen, maar dat ze ook opnieuw kunnen integreren. Maar het ergste dat je kunt doen met de criminaliteit
crimineel is hem straffen en hem voorbereiden dat hij opnieuw crimineel wordt, dan komt er een nieuw slachtoffer. Het belangrijkste is dat een crimineel gestraft wordt en dat hij voorbereid wordt om in die maatschappij geïntegreerd te worden en geen slachtoffers maakt. Meneer Van der Motte, betekent dat nu, mag ik even tussendoor, betekent dat nu uiteraard, dat u vindt dat het departement justitie door uw collega mevrouw Onkelings goed beheerd is? Ik denk dat het goed is en veel beter kan. En als het veel beter kan, dan zal het te maken hebben dat we de middelen die er nu zijn nog veel beter gebruiken. Maar het is een departement. Wat u maar er gezeten, men nu zegt was dat men het op 5 jaar kan nog oplossen, dat het niet juist is. De politiehervorming heeft 8 à 10 jaar geduurd. Was zij een goede minister van Justitie? Ik vind dat ze op heel veel vlakken hele goede dingen gedaan heeft. Op het vlak van de gevangenissen is er een groot probleem geweest. Maar u zou zelf zijn opgestapt in haar plaats, zegt u. Dat is iets anders. Maar je bent geen goede minister of een slechte minister afhankelijk van het feit dat zich een incident voordoet, zoals in Dendermonde. Mm-hmm. Ik wil toch eens nadrukken. Het aantal mensen dat ontsnapt is in die 3 jaar dat ze minister was, was in elk geval veel minder dan toen meneer Van Parijs en meneer De Klerk minister waren. En die cijfers staan ook. Meneer Verhofstadt. U hebt met haar zoveel jaren gewerkt. Was zij voor u een goede minister van Justitie? Zij heeft in elk geval een aantal hervormingen gedaan die blijvend zullen zijn. Mag ze terugkomen als u premier bent als minister? Nee, de PS wil ons niet. Dus in elk geval... Meneer Leterme, was zij een goede minister van Justitie? Meneer Leterme. Kan de Vlaamse kiezer nog wel iets aan doen. Mag Onkelings en de PS op Justitie blijven zetten? Een microfoon gebruiken, alsjeblieft. De waarheid is dat men op vlak van politiehervorming, wat we samen hebben opgezet in 1998, dit is ongeveer uitgevoerd. Maar iedereen die dit objectief en redelijk bekijkt, meneer Verhofstadt, meneer Van der Motte, die zal vaststellen, die zal onderstrepen trouwens, dat wat op vlak van politiehervorming gebeurd is en justitie absoluut niet gebeurd is. Ik geef u een voorbeeld. Een laatste voorbeeld. De informatisering van justitie, het Phoenix-project. 12 miljoen euro geld over de balk. Op dit moment in onze rechtbank gerechtshoven werkt de informatisering. Die weet u bij ons in Ieper. Staat er een nieuw justitiegebouw, al bijna een jaar leeg, omdat het tekort was aan informatica, aan computers om de zaak te doen werken. En dat is dus een voorbeeld van slecht beheer, van slecht management. En de justitie moet de prioriteit zijn. Mag ik een voorbeeld aan toevoegen? Nee. Mag toch eens aan bod komen, de premier. Je wordt gelijk gegeven. Dat willen we wel eens horen. Op televisie hebben we nog niet. Meneer Verhofstadt, maar ik ga meneer Leterme gelijk geven, laat me dat nu toch nog eens doen. Allee, dat gebeurt niet zo vaak. Ik ga hem gelijk geven. Dat kan ik de laatste keer eens aan het overdrijven. Nee, wees gerust, ik ga niet overdrijven. Dat zal wel een jaar. Het zal wel een ja-maar zijn. Wij zijn daar met een zeer ambitieus informatica-project gestart. En uiteindelijk was de informatica-specialist die we daarvoor aangezocht hebben niet capabel om het te doen. Maar we hebben ook een toestand aangetroffen die kon tellen. Namelijk 13 verschillende informatica-systemen. Allemaal verschillend in elk departement. Dat hebben wij aangetroffen. Maar je hebt gelijk wat het kost. We gaan dit onderwerp hier... Nee, excuseer meneer De Winter, we gaan dit onderwerp hier afronden. Nee, echt niet. Het spijt me. We moeten naar mevrouw Dubois. We moeten naar mevrouw Dubois, want er zijn nog heel veel onderwerpen waar we over moeten praten. De premierkandidaat een debat moeten organiseren en de andere partijen... We komen zometeen nog bij u, meneer De Winter. Mevrouw Dubois, heel graag het woord aan u. Alle partijen zijn tegenwoordig toch een beetje groen. Waarom zouden we in godsnaam nog op u moeten stemmen? Maar voor ons is het van essentieel belang dat we de ecologische uitdaging van de klimaatopwarming, dat we dit effectief aanpakken. We hebben een uitgebreid klimaatplan dat rekening houdt met de lange termijn. En eigenlijk is dat gebaseerd op mensen die groene keuzes maken, moeten beloond worden. En volop investeren in innovatieve sectoren, zodat we ook jobs kunnen bijcreëren. Met daarnaast ook zeer veel aandacht voor armoedebestrijding, want ook dit is iets dat zeker moet aangepakt worden. Ja, maar... Als groene is natuurlijk het milieu, het klimaat, en het is vandaag veel te warm ook hier binnen. Hier al sensitief. Is natuurlijk uw core business. En u zegt, we moeten mensen belonen voor die groene beslissingen nemen. Mm. Maar is het niet andersom dat mensen moeten betalen om maatregelen te nemen? Nee, dat is dat juist dat ik wil benadrukken. In feite, de klimaatproblematiek aanpakken is een positief verhaal. Dat is aan de ene kant mensen echt stimuleren, en dat kan door te zorgen dat ze, als ze investeringen doen voor isolatie, dat dat effectief beloond wordt. Maar het is ook een positief verhaal, omdat daar een hele hoop sectoren liggen die innovatief zijn, die creatief zijn, die allerlei projecten liggen hebben en die eigenlijk wachten voor dat tuurtje in de rug te krijgen, zodanig dat ze kunnen investeren, kunnen jobs creëren maar, en op die heel manier concreet, ook het u wil klimaat... mensen belonen, dat kost geld. Hoeveel geld mag dat kosten per jaar?
Wel, wij hebben ons gebaseerd op een internationale aanbeveling. En dat is dat 1% van het bruto nationaal product eigenlijk zou moeten geïnvesteerd worden in klimaatmaatregelen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk omdat als we dat nu niet doen, dat we binnen 10, 20 jaar het 20-voudige gaan betalen, omdat we dan schade gaan hebben. Dus we gaan sowieso moeten daarin investeren. Van het BBP. Meneer Verhofstadt, 1%, dat is ongeveer 3 miljard euro. 3 miljard euro. Ja. Ik denk dat we die 3 miljard euro zomaar niet liggen hebben in de begroting. Wat we moeten doen is een... Maar dat is voor veel van de dingen die ik hier juist, heb. Maar ik je kan het, al veel mevrouw Nuwa, je kan het anders doen. En dat is namelijk de private sector aanzetten om meer investeringen te nemen. Door een heleboel maatregelen te treffen. Zoals bijvoorbeeld auto kopen, die is CO2-vriendelijk. Oké, je geeft daarvoor een korting direct op de factuur. Is trouwens een maatregel die nu voor het ogenblik maar van toepassing is. Maar niet voor bedrijfsvoertuigen. Toch wel. Ja. Voor bedrijfsvoertuigen is die ook van toepassing, maar op een andere manier. Daar krijgt men normaal een aftrek in de belastbare, op de belastbare basis van 75%. Is het een CO2-vriendelijke wagen, dan mag men 90% aftrekken. Ja. Dus die 15% vertegenwoordigt zelfs meer dan de korting die aan natuurlijke personen wordt gegeven. Ja. Hetzelfde voor de autobelasting. De autobelasting op basis van het pk van uw motor vervangt dat door CO2. Ja. Dat zijn de maatregelen die we stelselmatig... In elk geval, als u een regering komt, dan zegt een kandidaat premier in elk geval al van die 3 miljard euro, die krijgt u niet. Ja. U kan uw programma niet realiseren. Ik denk dat we eigenlijk moeten genoodzaakt zijn om daarin te investeren, omdat we anders hopeloos in de problemen zitten. We gaan moeten investeren in klimaatbeleid. En misschien toch nog even naar meneer Verhofstadt, die inderdaad over de meer propere wagens, een maatregel die eigenlijk niet zoveel effect heeft. Ik denk dat we nu op twee pistes moeten zitten. We moeten inderdaad zorgen dat propere wagens gestimuleerd worden. En dat is goed. Maar we moeten vooral maatregelen nemen om te zorgen dat mensen minder rijden. En ik zie dat er een hele hoop projecten die klaar lagen om te investeren in het spoor, denken we maar aan het gewestelijke expresnet, om te investeren in het openbaar vervoer, dat dit eigenlijk achteruitgeschoven wordt. Dus we gaan de twee moeten doen. Ja, we gaan de twee moeten doen. U zegt eigenlijk dat moet een klimaatminister doen en die moet van bij u komen, begrijp ik. Hè? Wat is onze input in deze verkiezingen? Dat is van, we staan voor een enorme uitdaging. En het zou eigenlijk voor een groene partij onverantwoord zijn om niet onze verantwoordelijkheid op te nemen. Ja, dus u zegt, we zijn bereid om te regeren als we een klimaatminister krijgen. Maar dan vraag ik mij toch af, u hebt één keer meegeregeerd, nog niet zo lang geleden. Daarna is uw partij afgeslacht. U zit nu zelfs niet in het parlement. En u wil toch al terug mee in de regering. Sommige mensen zullen dat machtsgeil vinden. Nee, want het is inderdaad niet evident. Maar de uitdaging is zodanig groot dat ik denk dat we als groene partij niet aan de kant kunnen blijven staan. Ja. Dat is één. En ten tweede, we zijn toch wel fier op een aantal realisaties die we in de tijd van Paars Groen gedaan hebben. Trouwens, alle commentatoren, meneer Verhofstadt, zijn het erover eens dat in de periode Paars-Groen uw regering toch wat meer schwung had dan dat ze daarna gekregen. Meneer Leterme. En dat Groen, we inderdaad... Groen wil Paars opnieuw depaneren. Nee, maar het gaat hier opnieuw over het postje dat Guy Verhofstadt blijkbaar beloofd heeft aan Vera Duwaal met de Groenen Paars uit te breiden. Zometeen. Het punt, denk ik, is dat wij in staat zijn om de klimaatuitdaging echt aan te pakken. We hebben bewezen in het verleden met de gezinnen dat we bijvoorbeeld in staat zijn om wereldkampioen te worden. Wereldkampioen in zaken het sorteren, inzamelen, recycleren van verpakkingsafval. We zijn daar echt aan de top in dit land. Ik denk dat eigenlijk de klimaatuitdaging dat we die kunnen aanpakken in samenwerking met gezinnen. Heel wat mensen willen inspanningen doen. En wat wij voorstellen is dat wanneer mensen iets aankopen wat minder CO2-uitstoot veroorzaakt, dat een deel van de aankoopprijs liever fiscaal aftrekbaar wordt. Een groen vak op de belastingbrief. Zorgen dat de gezinnen de mogelijkheid hebben om beloond te worden voor ecologisch verantwoord gedrag. En dan denk ik dat we die klimaatuitdaging echt aankunnen zoals we het probleem van de verpakkingsafval ook hebben aangekund. Ja. We gaan naar meneer Van der Lanotte voor zijn thema, want de tijd dringt. En we gaan ook de spot richten op meneer Van der Lanotte. Met hem de vraag, waarom moeten mensen op u stemmen? Voor het klimaat, maar er is reeds gezegd, maar we zetten alles op werk vooral. Werk voor iedereen. Nu zijn er veel vacatures en veel mensen werkloos. Geen oude recepten toepassen, geen lastenverlaging in het wilde weg, maar concreet premies, subsidies, opleidingen voor mensen, zodanig dat ze die openstaande jobs kunnen opvangen. En met het geld dat we zo verzamelen, kunnen we een beter klimaatplan maken en kunnen we ook onze sociale zekerheid beter laten functioneren. Ja. Ik versta daaruit onder meer geen bijkomende lastenverlaging, maar als we denken aan wat er in Vorst gebeurt, wat er met Opel gebeurt. Dat is een goed voorbeeld. Ik denk dat we
daar heel veel geïnvesteerd hebben. We hebben iets gedaan dat we moesten doen. Gedurende 8 jaar hebben we gezorgd dat de bedrijven concurrentieel werden met een betere vernootschapsbelasting, de nationale interest, en met lastenverlaging. Maar daar zijn ook limieten aan. Vandaag is het zo dat we met massa's jobs zijn die openstaan en geen mensen die daar komen. Dat is omdat de Waalse regering niet zijn werk doet en in de toekomst moet ze dat doen. Maar dat is ook in Vlaanderen, omdat we de mensen daar niet naartoe brengen. Wij vinden dat men mensen die weinig scholing hebben, die geen ervaring heeft, dat men die moet in de bedrijven brengen. Dat zal voor de bedrijven een kost zijn en dat we dat moeten subsidiëren. Misschien moeten we dan binnen 3-4 jaar weer lastenverlaging, maar nu is het urgent dat wij die nog altijd 500.000 werklozen en nog altijd heel veel werklozen in Vlaanderen, volgens dat we een goede economie hebben, we hebben een goede economie, en toch nog altijd, ik geef een cijfer, 20.000 jongeren die nog nooit gewerkt hebben. Dus laat ons die jongeren eigenlijk een beetje bruut gezegd bij hun nekvel pakken, die in een bedrijf proberen opleiding te geven en daarin investeren. Dat is een vorm van investeren in mensen. En de lastenverlaging, die was nodig, maar laat ons nu de komende jaren meer in mensen investeren. Geen meer bij, meneer. Behalve voor onderzoekers, heb ik gezegd. Voor onderzoekers, daar moeten we sowieso doen. Maar niet op grote schaal, inderdaad. Nochtans denk ik dat het wel nodig is om bijkomende lastenverlaging te doen op onderzoekers. Daar ben ik het mee eens. Maar ook op nacht- en ploegenarbeid. Ja, trouwens, ik moet u zeggen, meneer Van der Lonten, ik heb wel een brief ondertekend samen met meneer Leterme, ook met Frank van den Broeke en met Peter van Veldhoven van uw partij, om aan de autoconstructeurs te beloven dat er bijkomend nog een belastingsverlaging komt op ploegenarbeid. Daar zijn we het mee eens. Maar dat is absoluut noodzakelijk. Want kijk, beter, ik weet, die autofabrieken zijn afgeslankt, maar ze krijgen tenminste nieuwe modellen en ze gaan niet dicht. En wat dan het activeringsverhaal betreft. Kijk, wat de activering betreft, we hebben de oude stempelcontrole samen afgeschaft. We hebben een nieuwe werkloosheidsreglementering gemaakt. Met opvolgingstrajecten voor alle werklozen. En dat begint te werken. Maar er is één hardnekkige groep daarin. Namelijk voor langdurig werklozen. Ja. 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Vlaamelijke evaluatie. Wat we daar moeten doen, excuseer me, is strenger zijn. Namelijk die werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. Het is de enige oplossing om die mensen te brengen in het arbeidsproces. Ik denk dat je eigenlijk de twee moet doen. En dus wij voorzien in ons programma de 2 maatregelen. Eén, ik denk dat je verder moet gaan met lastenverlaging, budgetair haalbaar en goed berekend. Vooral naar die onderzoekers, maar ook naar de laagste lonen, ploegenarbeid, zoals daar straks aangehaald. 2, ik denk daarnaast dat je de werkzoekenden van kortbij moet opvolgen. En vanuit de Vlaamse regering doen we dat. We zitten op dit moment in Vlaanderen onder de 6% werkloosheidsgraad. Ja, maar concreet, wanneer meneer Van Lanotte zegt, nu geen brede lastenverlagingen meer voor bedrijven te zijn. Heel punctueel. Ik ben het daar totaal oneens mee. Het is ook een kostenfactor voor onze bedrijven. Als we niet verder gaan met lastenverlaging, dan gaan we onze concurrentie precies, maar ik heb daarover gesproken, 1,5 miljard euro op 4 jaar lastenverlaging. Vooral op innovatieve jobsonderzoekers en ook op de laagste lonen. Dus dat moet je doen. En daarnaast moet je de werkzoekenden van kortbij opvolgen. Maar daar, en ik ben geen extremist, moet je toch durven vaststellen in ons land dat er een probleem is. De Vlaamse regering doet dat onder de 6% werkloosheidsgraad. Brussel boven de 20. Wallonië 16-17% werkloosheidsgraad. Dus daar moet je een ander recept proberen. We hebben al 20-30 jaar federaal beleid op dat vlak. Maar het is tijd dat op niveau van de Waalse regering men zijn verantwoordelijkheid opneemt en zorgt dat mensen aangesproken worden op hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, mensen, ook de Vlaamse arbeidsmarkt, verplicht en dat men in onze bedrijven komt door werken. Door de werkloosheidsuitkering in te perken in de tijd. Misschien eerst nog iets over de loonkosten. En ik ben het misschien tot uw verwondering eens met het feit dat inderdaad de kosten van arbeid te hoog zijn. Maar door nu verder te blijven die loonlasten te verlagen en niets daarvoor terug in de plaats te doen, dan gaat je hoe dan ook budgetair in de problemen zitten. Dus ons voorstel is van effectief de kosten op arbeid te verlagen, maar dit te verschuiven naar kosten op energie. Wat trouwens vroeger ook reeds door het planbureau is onderzocht, en waaruit blijkt dat we 48.000 extra jobs kunnen creëren. Dus dat is iets waar budgetair veel meer haalbaar is en waar je hetzelfde resultaat hebt, namelijk de arbeidsintensieve sectoren worden beloond en zullen dan die moeilijk te werk te stellen werklozen effectief aan de bak kunnen helpen. Ja, dat is één. Een tweede was over de... Kort, misschien toch nog heel kort. Wat ik vind dat wat ontbreekt in het debat over arbeid, dat is de kwaliteit van arbeid. Ik bedoel daarmee dat de combinatie, de mensen die hebben het zo jachtig. Het is zo moeilijk voor 2 verdieners om het werk te combineren met de zorg voor de kinderen, met de vrije tijd. Loopbaan. Dat ik denk dat we naar een 2e generatiepact moeten, juist, maar dan over de ganse loopbaan en zorgen dat mensen effectief dat op een goede manier kunnen combineren en op die manier ook meer kansen hebben om gelukkig te zijn. Ik zie iedere generatie, iedereen knikken. We gaan...
Meneer De Winter. Wat in eerste instantie moet gebeuren, dat is dat de omgevingsomstandigheden voor de bedrijven die willen investeren, die werkgelegenheid willen creëren, dat die verbeteren. En dat betekent dat die vennootschapsbelasting naar beneden moet, naar het Europees gemiddelde, 24%. Maar dat gebeurt onvoldoende. Ik zeg hier dat het niet gebeurt, maar het gebeurt onvoldoende. En dat kan, laat ons dat toch maar eens duidelijk zeggen, als we kijken naar Wallonië, het hangmat socialisme waar niemand geresponsabiliseerd wordt, werkloosheid van 11,7%, bij ons nauwelijks de helft. Wel, dan is daar een reden voor. En dan moeten we juist af van dat hangmat socialisme dat nog altijd door deze regering in zijn grote solidariteit met Elio Di Rupo en de PS wordt verdedigd. En moeten we de arbeid werkgelegenheid regionaliseren? Durven regionaliseren. Ja, maar ik ben daarvoor. Ik ben daarvoor, maar ik denk dat ik ook meer recht van spreken heb dan meneer De Winter. Er is één stad waar men pionier geweest is daarvoor. Met een hoge werkloosheid samen met de Vlaamse regering, met een werkloosheid van 12%, aan de mensen gezegd, er zijn hier 500 jonge mensen zonder opleiding, dat was in Oostende, we gaan voor jullie. Ah. Ja, maar we hebben willen bewijzen, meneer De Winter, dat je kunt sociaal zijn en tegelijkertijd streng. We hebben aan die jonge mensen gezegd, we gaan opleiding geven, we gaan de bedrijven aansporen en we gaan u helpen. Maar als u geen werk aanvaardt of geen opleiding aanvaardt, ga je gesanctioneerd zijn. Absoluut. Dat is sociaal en streng. U wilt alleen maar streng zijn en de schuld bij een ander leggen. Nee. Wij hebben gedaan wat moest gebeuren. En we moeten zorgen dat ook de Waalse regering dat doet. Het model moet zijn dat de Vlaamse regering jobs aanbiedt aan Franstaligen. En dat de Waalse regering gemotiveerde mensen aanlevert en dus nood ze ook brengt als er een vervoer nodig is, zodanig dat ze hier komen werken. Het immobilisme van nu kunnen we niet houden. Meneer Van Lanotte, ik wil dat de lat gelijk ligt. We hebben het voorbeeld getoond. We gaan het model over. Ik wil alleen maar dat de lat gelijk ligt. Vooral in hele tijd. Ik wil dat de lat gelijk ligt voor iedereen, meneer Van Lanotte. In Vlaanderen en in Wallonië. En dat is nu niet het geval. Voor alle duidelijkheid, meneer Van Lanotte, zijn niet de regeringen die jobs aanbieden. Het zijn de zelfstandigen, de KMO's en de bedrijven die jobs aanbieden. Het zijn wel de regeringen die ze voor hebben, meneer Van Lanotte. Nee. Het zijn de bedrijven twee, die de jobs maken om mensen te vinden. Als we kijken naar de situatie, nee, zaken werkzaamheidsgraad. Maar als je de werkzaamheidsgraad de in Vlaanderen is meer dan 65%. In Wallonië 55%. En dat is dat niet de schuld wel altijd van die individuele mensen in Wallonië. Maar dat is de schuld van een bepaalde politieke leiding die niet wil hervormen. En die de verantwoordelijkheid niet wil opnemen met werkloosheidsgraden in Genegouwen van 20-25%. Terwijl in mijn provincie Zuidwest-Vlaanderen KMO's en zelfstandigen schreeuwen naar arbeid. Maar vroeger zijn Vlaamse werknemers gaan werken in Waalse bedrijven. En dus wat wij moeten doen, is zorgen dat er samenwerkingsakkoorden zijn die de vacatures doorgeven, dat er goede arbeidsmobiliteit is, maar men moet ook de mensen responsabiliseren in die Waalse gewestregering. Men moet de mensen responsabiliseren. Dat is juist mijn vrees. Dat is juist mijn vrees. Ik ben niet tegen de verdere regionalisering van de arbeidsmarkt, maar als het moet leiden tot een grote muur, waarbij de Franstaligen niet meer in Vlaanderen komen, dan ben ik er tegen. Gelijk dat de Vlamingen in de tijd in Wallonië zijn gaan werken, moeten de Walen ook kunnen werken in Vlaanderen en gedwongen worden. Daar gaan we het bij houden. Mevrouw Duwa heeft hier in de werkgelegenheid iets belangrijks. Een tweede generatiepact, dat zal er nodig zijn. We hebben er een eerste gedaan, er was veel protest tegen, maar ik zeg u, er zal een tweede nodig zijn. We moeten ons geen illusies maken waarbij de situatie van het gezin het centrale punt zal moeten worden. Flexibiliteit, een loopbaan, eigenlijk rekening in. We gaan het hier stilaan afronden. Wij kregen hier toch een beetje de indruk dat, niet zozeer door de opstelling, maar dat er toch paars tegen de rest was een beetje. Pas met weinigen tegen veel, maar we hebben het goed verdedigd. Ze willen voortdoen. Ja. Dus. Meneer Leterme klaagt altijd dat hij alleen tegen ons was. Nu had hij toch eigenlijk versterking. Hè? Dat is het minste dat je kunt zeggen. Oké, bedankt jullie in elk geval voor de deelname aan dit debat. Aan dit debat, dat bovendien een zeer scherp debat was. De tijd is beperkt. Want er staat nog iets op de agenda natuurlijk. Het debat is voorbij, maar we gaan zo meteen ook in de zaal zitten. Want het debat is gevolgd door Raf Koppes in de coulissen.